Hallo. Ja. Ik ben dus zo iemand die graag nadenkt over het leven. Over mezelf. Wie ben ik? Wat is mijn identiteit? Snap je? Hallo. En als je dat doet. Dan denk je ook na over de manier waarop je jezelf presenteert in de samenleving, in de openbare ruimte, in de omgang met andere mensen. Hallo! En zo ben ik er dus laatst achter gekomen. Dat dit heel goed bij mij past. Hallo. Of deze. Oh ja, joh. Hallo. Of deze. Hallo, zag je wat er gebeurde? Ik nam een slok en ik keek je echt heel doordringend aan. En terwijl ik die slok nam, nam ik dus een slok. Maar ik slikte hem nog niet door. Ik slikte hem nog niet door. Ik wachtte even en toen slikte ik hem door. Ik doe hem nog één keer voor. Let op. Hallo. Ja, en dan wek je dus bij mensen de indruk dat het je wel boeit wat ze te vertellen hebben. Hallo. En daarom is er bij mij thuis ook geen enkele ruimte voor afwijkende meningen. Hallo.